Goeiedag, we staan hier bij de biljartkampioenschappen en u bent de organisator hiervan. Hoe gaat het tot nu toe? Wij zijn vanmiddag begonnen. Helaas was de aanmelding minder dan dat we verwacht hebben. Vandaar dat je ons beperken tot dinsdag, donderdag en vrijdag. Maar degenen die er zijn, zijn zeer enthousiast begonnen. Eenmaal volgende manoeuvre. Hoe lang speelt u al biljart? Eens even kijken. Toen ik 61 werd, ging ik in pensioen. Toen ben ik begonnen. Nou, ik ben nu 85. Dus. Dat is al 24 jaar? Ja, zeker. En, in Arnhem. U komt uit Arnhem? Ja, bij Petersburg. Ik kom even kijken wie er doorkomen en dan is dat misschien nog van belang voor vrijdagavond. Mocht ik zover komen. Verwacht u dat u zover gaat komen? Nou, laat ik me ja zeggen. Hoe goed bent u? Hoe goed vindt u uzelf? Ik vind me nog niet zelf goed genoeg. Hoe lang speelt u al biljart? Ik zit hier al 16 jaar op deze vereniging. Hoe gaat het tot nu toe? Nou, niet zo best. Beetje pech. U heeft een beetje pech? Ja. Heeft u daar vaker last van of alleen vandaag? Misschien de hitte, dat weet ik niet. Wat vindt u ervan dat deze vereniging nou tijdens de Heideweek zo'n kampioenschap organiseert? Ja, dat is wel leuk. Dit is de eerste keer. En het blijkt wel achteraf, of nu eigenlijk al, dat het toch wel heel veel moeite kost om het te organiseren. Je moet ook bekendheid eraan geven. Dus ik denk dat de vereniging hier heel veel van leert. Zodat het misschien in de toekomst iets meer animo voor komt ook. Want u zou graag in de toekomst nog meer biljartkampioenschappen willen zien? Nou, we biljarten hier al vrij veel hoor. We zijn hier elke drie keer in de week 's middags bezig. Dus en 's avonds kun je hier ook nog biljarten. Ik speel zelf in de avondcompetitie spelen nu. En eens kijken hoe dat gaat. Dat heb ik vroeger ook veel gedaan. Maar op een gegeven moment ben ik verhuisd naar Veenendaal. En toen dacht ik van nou, dat wordt te ver naar Arnhem. Maar achteraf had ik het best kunnen blijven doen. Maar. Ten slotte een laatste vraag. Doet u ook mee aan de kampioenschappen? Ik hou mezelf als reserve. Want het is zo dat in elk geval bij oudere spelers dat er op een dag altijd nog mensen af kunnen melden. Voor vandaag hebben we dat ook gehad. Er was er één die had zeer ernstige ziekte in de familie. Lag één op sterven. Dus die kon niet. Nou, daar heb ik een andere voor kunnen vinden. Om in een pool van drie te gaan spelen is heel erg moeilijk. Dat geeft complicaties. En dan ga ik gewoon als de reserve en dan heb je die pool rond. En dat was ook de bedoeling voor vandaag. En nu is dat voor donderdag dat ik zelf reserve.